problemen die we hebben ervaren tijdens de eetmomenten zijn, als ouder zijn een stukje onmacht, onbegrip. Je snapt niet wat er gebeurt en je ziet dat je kind struggelt met het eten. En dat is erg lastig om te zien. De eetmomenten voor mensen met een eetstoornis zijn eigenlijk de hoogtepunten of wel dieptepunten van de dag. Het zijn er ook een heleboel, wel 6. Je hebt het ontbijt, het na het ontbijt tussendoortje, de lunch, na de lunch tussendoortje, het avondeten en dan 's avonds nog een eetmoment. En je ziet dat mensen met een eetstoornis elke keer enorm spanning opbouwen naar die momenten toe. Net zoals iemand die bijvoorbeeld bang is voor spinnen, elke keer maar blootgesteld gaat worden aan die spin. Het is dus heel erg belangrijk dat het heel goed begeleid wordt, stap voor stap. Het is een hele grote klus om dat in één keer geklaard te krijgen. Dus bespreek met diegene wat voor diegene het makkelijkste eetmoment is en ga dat als eerste met elkaar aan. En bespreek dan ook hoe wil jij tijdens jouw eetmoment ondersteund worden. Wil je juist afgeleid worden of wil je met rust gelaten worden? Wil je misschien muziek luisteren? Tijdens het koken en het opscheppen kwamen wij wel tegen dat onze dochter heel gespannen was. En om de eetstoornis uit de keuken te houden, hebben wij besloten om haar dus ook daar niet aanwezig te laten zijn. Alleen wij ontdekten daarop wel dat een wat wantrouwen ontstond wat we nou precies aan het opscheppen waren. Dus daarom hebben we besloten om de pan op tafel te zetten. En duidelijk in het zicht de hoeveelheid en het aantal scheppen netjes te laten zien. Zodat zij ook weer tot rust kon komen en wij niet in eindeloze discussies terecht zouden komen. Aan tafel met de andere kinderen was voor ons in het begin een gigantische uitdaging, want je bent volledig gericht op de eetstoornis. Wij hebben daarop besloten om de ouders eigenlijk bij toerbeurt in charge te laten zijn. Die richt zich op het eten of ook op de eetstoornis. En de andere richt zich op de andere aan tafel om te zorgen dat het business as usual wordt en ook weer gewoon gelachen kan worden aan tafel. Het ging niet van het een op het andere moment meteen goed, dus dat heeft wat tijd nodig om daar te komen. Het moeilijkste in de begeleiding van mijn kind is op momenten dat zij het dus eigenlijk moeilijk heeft, om dan consequent te blijven en ook liefdevol. En wij hebben dus op een rustig moment een keer met haar een goed plan van aanpak gemaakt. En ja, daarin ook aan kan je aan refereren dat als ze het moeilijk heeft, dat je zegt, we gaan er samen doorheen, dit is het plan, hier houden we ons aan vast. Voor mij was het heel belangrijk dat mijn ouders duidelijk en consequent waren. Omdat ik was constant in strijd in mijn hoofd met wel eten, niet eten. En op het moment dat iemand anders die keuze voor je maakt, van je eet dit en zoveel, dan hoef je die strijd niet meer te voeren. En in eerste instantie krijg je dan heel veel onrust in je hoofd, omdat de eetstoornis wil dat niet. Maar uiteindelijk kalmeert het, omdat je hoeft niet steeds te schipperen tussen wel of niet. Iemand anders bepaalt het voor je. En dat gaf mij rust en heel het gezin ook. Ik koppelde mezelf echt los van de eetstoornis, alsof ik echt 2 verschillende personen was. En tijdens de eetmomenten dan voelt die eetstoornis zich in gevaar. En die komt dan naar boven en die kan dan boos worden of echt agressief. Waarmee je de mensen in je omgeving ook boos maakt of pijn doet. En dan na de eetmomenten, als het weer gekalmeerd is, dan is de echte jij. Die voelt zich schuldig of die schaamt zich of die is verdrietig. En dat is dan weer een voedingsbodem voor de eetstoornis die weer sterker wordt en weer bozer wordt. En zo kom je eigenlijk in een neerwaartse spiraal naar beneden. We hebben natuurlijk veel boosheid gezien van ons kind vanuit de eetstoornis. En hoe we daarmee om zijn gegaan is dat puur te scheiden. Dus de eetstoornis is niet ons kind. Alleen de beide nog niet, want dan weet je dat. Je gaat vervolgens niet in discussie met de eetstoornis. Dat hebben we altijd ook geprobeerd te vermijden. En steeds te zoeken naar van, hey, waar is onze dochter nou en hoe kunnen we met haar in gesprek komen? Als dat niet lukte, stopten we gewoon ook met elke discussie die je dan hebt, die verlies je toch wel. We kwamen later terug om toch weer dat gesprek met haar aan te gaan in redelijkheid. We hadden afspraken gemaakt over wat gaan we doen na de maaltijd. En die afspraken waren van een stukje rust nemen om het eten wat je tot je hebt genomen te laten verwerken. Ook hebben we afspraken gemaakt over van wat vind je fijn als de maaltijd is afgelopen. Vind je dat we je een compliment moeten geven of vind je dat juist niet fijn? En dat alles met elkaar, zolang je het met elkaar bespreekt, houdt zij daar ook een klein stukje, haar gezonde stukje houdt daar een klein stukje regie in.
Na de maaltijd hebben we vooral voor gezorgd dat er rust is en dat we gezelligheid creëren. Dus samen op de bank zitten en een leuk serietje kijken. En ook hebben we ook wel ervoor gezorgd dat we er wel vooral bij zijn om te zorgen dat ze zich veilig voelt. En dat we ook wel een beetje in de gaten kunnen houden wat ze nou precies uitvoert. Het is belangrijk om je netwerk in te zetten, omdat alle eetmomenten begeleid moeten worden. En dat zijn er enorm veel. En dat kan je niet alleen als ouders. Daarom is het belangrijk om een buurvrouw, een collega, iemand van school, ooms, tantes, opa's, oma's in te zetten om samen een schema te maken wie welke eetmomenten begeleidt. Want jij moet het volhouden. En het is niet alleen dat je hulp moet vragen als je bijvoorbeeld een afspraak hebt of voor werk, maar ook om iets leuks te gaan doen, even een moment voor jezelf. Daarnaast kan je ook gebruik maken van inloophuizen. Inloophuizen, daar worden ook vaak de eetmomenten begeleid. En is ook een veilige plek voor de persoon met de eetstoornis om te oefenen met nieuwe uitdagingen. Samenvattend, 6 eetmomenten onder begeleiding. Maak afspraken op een rustig moment over wat, wanneer en hoe langer gegeten wordt. Geen eetstoornis in de keuken. Schep in de eerste fase het eten op. Afleiding en steun na de maaltijden door bijvoorbeeld spelletjes of film te kijken. Liefdevol naar de persoon en consequent naar de eetstoornis. Maak onderscheid. Je kind heeft een eetstoornis en is niet de eetstoornis.